Jorgen, het is Abbas hier vandaag met een nieuwe video, vlog, weet ik veel, hoe ik het moet noemen, mannen. Maar eerst en vooral, ja, ik ben eigenlijk gewoon echt net terug van school. Hier zie ik mijn rugzak, even kan naar buiten kijken. Allee, hier zie je mannen, hier buiten, het is fucking schijt weer. Het is echt klote weer. Snap je, dat zo typisch België? Dat is één dag, twee dagen, drie dagen goed en daarna is dat drie weken kut weer, schijt weer. Zoals ik het noem in Antwerpen, echt schijt weer. Dus, maar daarover gaat de video vandaag niet. Waarom ga ik het vandaag hebben, mannen? Dat is heel simpel en straight to the point. Misschien zie je het ook in een titel over een paar mensen uit de YouTube-community. Eigenlijk is het een hele groep, maar die mensen, die twee in speciaal, die ga ik even erin. Ik wil dat gewoon kwijt, dan snap jullie dat ook. En dan kan ik daar weer mee verder. Dus waarom ga ik het vandaag hebben, mannen? Dat is... Ik ga gewoon beginnen bij het begin. Anders zou het mij niet boeien, hè. Daarmee, anders zou ik deze video nu niet maken. Moest het mij niet boeien, beter gezegd. Dus, hoe ga ik het vertellen? We gaan beginnen bij het begin. Vroeger, je kent het wel, Castiop in Belgium Allstars. Dat waren wat de grootste YouTubers qua Call of Duty en commentaries. Heel eerlijk. En toen heb ik de kans gekregen, om Belgium Allstars te joinen en ook commentaries te doen. Maar toen was dat nog op hun kanaal. Toen dacht ik zoiets van, ja, ik kan dat perfect eigenlijk ook op mijn eigen doen. Dus dan ben ik ook een kanaal gestart. Bosfietszone, vroeger nog. Bosfietszone AD, dus... En voilà, bij deze, in het begin, hè, ik werd meer als de grotere, ja, ik kan het eigenlijk echt zeggen, als de grotere aanschouwd. Want toen met Black Ops 2, ik was de enigste met gameplay-commentaries op mijn eigen, hè. Montages, OS's, edits, toen met de Kim toen nog. Snapte, ik was wat de enigste en mensen vonden dat leuk, bleven commenten, dit en dat. Maar op een gegeven moment comment er ook iemand Acid en Unagis, dus daarover ga ik het even hebben. Van ja, blijf zo verder doen, goede video's, ik ben blij dat je dat doet, Belgium YouTube community. Ik zeg, ik heb gereageerd daarop, maar alleen mannen, kom, doe dat ook. Ik bekeek toen ook vroeger, en kijk eigenlijk nog altijd, ja. Ik ga heel eerlijk zijn, hun video's. En ik comment ook nog, dit en dat. Maar nu, die vroeger, allee, vroeger was ik de grotere, en zij echt waar, mannen, die waren echt van in het begin. Ik was er van in het begin bij die twee, Acid en Unagis. Dus erover, nu jullie twee in het algemeen, de rest ga ik niet, geen uitspraak over doen. Die waren echt klein en ik hielp die, zeg maar, ik gaf die tips, ik hielp die wat naar boven, dit en dat, in connectie gebracht met allerlei dingen. Maar dan nu, eenmaal als die groter zijn, dus ik kan zeggen, oh, die zijn eigenlijk echt pakken groter als mij. Maar ja, die hebben meer tijd, kunnen er meer dingen, snap je, die zijn meer, die hebben er meer, weet ik veel. Ah, mannen, ik kan eerlijk zijn, ik heb school, ik heb uitgaan, ik heb nog andere dingen te doen buiten YouTube. Ik doe YouTube echt gewoon puur voor het plezier, echt waar, mannen. Achter mijn PlayStation montages maken. Ik denk dat ik de enige in België ben dat nog fatsoenlijke. Ik ga me eigenlijk niet prijzen. Montages online zetten. Snapte, mijn grens ligt hoog. Daar heb ik al een video over gehad, maar daar niet van. Nu, zij hebben mij eigenlijk nu zo wat buitengesloten. Er is in de Belgische YouTube-community, ik denk dat je het zelf ook al hebt gezien, een bepaalde groepsvorming aan hen. Dus, wil ik hierbij zeggen, hoe noemen die mannen allemaal? Unagis, Castiop, Zaka... Acid, Olix, wie is het nog allemaal, Jive, weet ik veel, was zo'n bepaalde groepsvorming. En ik herinner mij nog, vroeger heb ik die mannen allemaal geholpen, en ik word bij, als het ware, gewoon, ik weet niet waarom, ik weet echt niet wat de reden is, buitengesloten. Er wordt niet precies naar mij omgekeken, weet je, op zich, ja, dat is hun keuze, maakt mij niet uit, maar ik zou gewoon graag weten waarom eigenlijk. Stank voor dank, is dat een beetje op de juiste plaats? Ik weet het niet. Ik heb ze vroeger allemaal geholpen, en als ik... Bijvoorbeeld met de Smack Claiming Weapons. Mijn allereerste conceptje, zelf bedacht, zelf uitgeworpen. Uitgeworpen, uitgewerkt. Peter zegt, ja, je zult mij begrijpen. En ik vroeg duidelijk aan hun hop op Skype. Peter zegt van, ja, kunnen jullie mij even helpen? Ik heb dat gemaakt, dit en dat. Kunnen jullie dat promoten? Al is het een Twitter dingetje zetten, hè? Dat is ook al genoeg. Of een video, iets, hè, mij vermelden of zo, weet ik veel wat. Gewoon puur voor mijn montage. En die zijn die me geantwoord, ja, ik zal erover nadenken, dit en dat. Dat was Acid. Ik dacht, oh, dat komt in orde, die gaat dat op Twitter delen en dit en dat. Hij heeft het echt duidelijk gezegd. Unagis zei zelfs van, ja, perfect maat, ik maak zelfs een video over u, ik ga u vermelden, ik ga die montage in de link zetten. Hup, alles erop en eraan, contacteer mij op Facebook. Heb je dat gedaan, we hebben een gespreksjet, dat werd allemaal, hè, dat was in orde. Nu mannen, als je mij niet gelooft, blijf kijken. Op het einde van de video zet ik allemaal screenshots of camerabeelden, weet ik veel wat, van die gesprekken, met misschien wat commentaar bij dat je mij... Het is hier niet, ik ben hier geen nonsens aan het uitbazuinen, om het zo te zeggen. Het is echt allemaal de pure waarheid. Ik word gewoon buitengesloten, puur genegeerd, terwijl dat ze eigenlijk toegeven van, ja, we zullen nu helpen. Maar man, oké, niet dat ik dat erg vind, maar dat is gewoon, ik wil graag de reden weten. Want op zich, ik denk dat bijvoorbeeld die montage, daar steekt veel tijd in. Dan vraag ik gewoon, ja, kunnen jullie even delen of even vermelden voor meer feedback en zo verder. Maar ja,
weet je, so be it. Kijk nu zelfs op het einde van de video. Ik weet niet of ik het ga becommentariëren of niet. Het bewijsmateriaal. Moesten jullie twee nu Acid en Unagi zijn kijken, graag hier in de comments jullie mening of waarom, of iemand anders, Unagi, dat heb ik al gezegd, Jive, of wie is er allemaal, Olix, weet ik veel bij, al die mannen, waarom, zou ik graag willen weten. En aan de andere, mijn trouwe subscribers, ja, wat vinden jullie daarvan, want ik ben geen bullshit aan het vertellen, man, het is gewoon zo, de waarheid onder ogen durven kijken, gelijk dat ze zeggen. Dus bij deze mannen, dat moest even van mijn hart, anders zou ik er geen video over maken. We zitten al aan 5 minuten, 35, 36. Dus voilà, ik ben juist terug van school, ik ga nu wat kassen zien. En eerst huiswerk natuurlijk, school is belangrijker. Eerst huiswerk, dan wat kassen. En bij deze mannen, duimpje omhoog is altijd welkom, stimuleert mij enorm. En bij deze mannen, deze was dat bos. Tot de volgende keer, zeker nog tot het einde kijken voor het videobewijs. En ik zou zeggen, ciao. Dus voilà mannen, hier de bewijsvideo, zeg maar. Ik kan het beter even commentariëren, want dat is misschien wat duidelijker. Voilà, hier Ryan Unagis. Shoutout van ja, ik ga je mogen gerust op pauze zetten. Ik kan er gewoon kort over. Van ja, ik ga je vermelden dit en dat. Hier moet ik op pauze zetten. Eigenlijk in het kort hier zeg ik van ja, mijn montage is uit. Wil er eigenlijk een beetje promoten. Voilà. Hij zegt ja, ik zal dat proberen doen. En stuur mij een video, dat kan ik ook even moet promoten, dit en dat. Dat was 10 februari, dan 11 maart nog steeds geen antwoord, 11 februari beter gezegd, 14 februari geen antwoord, 10 maart ook geen antwoord, 17 maart ook geen antwoord. Voilà mannen, dan zijn we hier bij Acid aanbeland, eigenlijk echt net hetzelfde, hè. En hij zegt van ja, ik wil dat wel doen, dit en dat, als ik een goede video vind, 10 februari, ja, bam, zo wat types en net. Maar hij vond het goed, hij zegt, ja, oké, hier van onder, ik ga geen aankondiging maken als video, want daardoor vind ik hem niet amazing genoeg, oké, zijn mening, maar mij daar niet van. Het is gewoon een kritische tip, maar ik zal hem delen op Twitter, excuseer, op Twitter en Facebook, ja, maar dat kwam door dat koekje. Op Twitter en Facebook, ik zeg, ja, oké, supergoed. Maar dat heeft hem nog altijd niet gedaan.